was geweldig. Hallo allemaal, welkom terug in het kasteel van Sinterklaas. En gelukkig is het droog vandaag. Vanmorgen vroeg was er al één hele speciale bezoeker. Aangenaam, mevrouw van Balgooi. Wij komen voor de meet and greet. Meet and greet? U werkt hier niet. U bedoelt vast Piet en Griet. Nee. Degene die de gouden chocoladewikkel heeft gevonden, krijgt een privé-rondleiding door het kasteel van Sinterklaas. Daar weten wij niets van. Jawel, het is goed. Doe de deur maar dicht, hoor. Komt u verder, mevrouw van Ballengooi. Mevrouw van Ballengooi is namelijk speciale gast vandaag. Hè? Goed zo. Vandaag. Ik was al bang dat ik mijn echtgenoot voor niets 200 dozen met chocoladerepen heb laten kopen. Nee, hoor. Dat heeft u niet. Daar maakt u me reuze blij mee. En Tommy ook, natuurlijk. Mijn zoon. Fantastisch, hè, Tommy? Ik ben Tommy. Ik ben Hoofdpiet. Let u niet op de emmers, hoor, die overal in het kasteel staan. En het lekt soms een beetje. Moet u verder. Wat een eigenaardige mevrouw. Jullie weten vast nog wel dat Bakkerspiet gisteren een heel bijzonder pepernotenrecept heeft gevonden. Ja, hoe ze smaken, dat weet ik nog niet, maar het hele kasteel hier ruikt ernaar. 5, 4, 3, 2, 1. Ze mogen eruit. Oh ja, ik ruik het al. Oh, schandelijk. Oh, de lekkerste, de fijnste, de meest bijzondere pepernoten ooit. Oh, mag je stop blijven? Dat is een recept van mijn bed overgrootvader. De pepernoten dienen eerst af te koelen vooraleer wij ze met gepaste eerbied proeven. Oké. Hier worden alle cadeautjes ingepakt. Ik zie het. Alle cadeautjes, ook voor hele bijzondere mensen zoals wij? Voor Sinterklaas zijn alle kinderen even bijzonder. Nou, wij krijgen altijd hele dure cadeaus met ook heel duur inpakpapier. En ik zie hier alleen heel eenvoudig inpakpapier met stafjes en mijtertjes. Iedereen krijgt wat hij verdient, mevrouw van Ballengooi. Ze kunnen beter op Tommy letten. Nou ja, laten wij maar bij Sinterklaas gaan kijken hoe het met het lekker dak is. Als het nu alleen het dak was, Sinterklaas. Maar er zijn kapotte ramen en klemmende deuren en loszittende tegels en krakende vloeren en lagende lampen. Ja, ik weet het nu wel, hè. Ik blijf erbij. Wat je ook doet, het mag niet ten koste gaan van de cadeautjes voor de kinderen. Dan moet u het zelf maar weten. Ja, dit kan natuurlijk echt niet. Beste Piet, die had hele andere dingen aan zijn hoofd. Hij kreeg gisteren een brief van een filmmaker die een reality soap over Sinterklaas wilde maken. De Sint heeft het veel te druk. En laten we eerlijk zijn, zo interessant is het eigenlijk allemaal niet wat de Sint allemaal meemaakt. Als ik bijvoorbeeld naar mijn eigen werk kijk, dat is veel interessanter. En ja? En natuurlijk mag u mij komen filmen. Hier, komt u maar langs en breng uw camera maar mee. Wacht even. Maar dan heb ik hier natuurlijk geen tijd meer voor. Ja, hallo? Meester Wout? Meester Wout? Wie is dat? En waar heeft beste Piet die nou weer voor nodig? En wat ik me trouwens ook afvraag, is waar dat jongetje nou is gebleven? Nee, jongetje. Nee, die pepernoten zijn nog lang niet... Oh, wat zou daar gebeurd zijn? Nou, dat zien we morgen. Hebben jullie trouwens goed opgelet vandaag? Want ergens zat een gouden pakje verstopt. Als je nou weet waar die was, stuur dan een mailtje naar goudenpakje@omroepgelderland.nl en maak kans op een super spellenpakket. Wie er gewonnen heeft, dat hoor je morgen tussen 4:00 en 4:30 op Radio Gelderland bij Frank van Dijk. En wij zijn er morgen ook weer. Dat wordt spannend. Doei! Schatgraven. We gaan weer...